Hallo! Wie ben jij? Ik ben Anouk. En wat doet Anouk allemaal? Ik ben hier kapster, vooral dameskapster. En heren doe ik ook, maar we doen hier alles. Net zo gaan, ja. Nageltjes. Nagels, pedicure, manicure, ja. Extensions, haarverf, alles. Misschien een cap op mijn achtergrond. Ja, echt waar. Die is dus niet van mij, dat weten jullie. Van wie is die dan wel? Nou ja, kijk, daar staat ze. Hi. Hallo. Kerstboom is van Marianne. Ja. Godsamme. Nee, niet waar. En toch gooit je het op de grond ook. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag zaterdag, de 23ste van de 12e 2023. We leven om 9:09. Ach, ik heb tijd. Ja, ik ben al de hele ochtend wakker. Ik heb de was al in de droger. En daar zie ik iemand binnenkomen op de pc bij WhatsApp. Komt ook helemaal goed. Ik moet om 2:00 ergens wezen en dan neem ik jullie gezellig in. Nee, ja, dan gaan jullie lekker mee. Ja, deze camera, die heb ik ook al bij me, maar die gaat mee. Ja, helemaal geweldig. Ik moet nog wel met de hondjes even lopen. Komt ook helemaal goed. Dat ga ik zo ook doen, maar ik ga eerst naar het kleine kamerje. En kijken wat mijn lieftallige dochter heeft. En dan ga ik me klaarmaken en dan gaan we lopen. Het is koud, het is 11 graden, maar het voelt kouder aan. Het waait ook als een raket nog steeds. Ja, je waait wat uit je kleren weg. Je moet oppassen dat je wel blijft staan. Ja, echt bizar. Dus ja, we gaan vandaag, dus het is zaterdag en morgen is de laatste dag. Oftewel de dag voor kerst. Dus vandaag er nog even lekker er tegenaan. En maandag hebben we kerst en dinsdag hebben we kerst. Zover ik weet. Ja, het is de 23, 24 is, ja, 24. En is 25, 26 kerst. Toch? Ben ik zo bezopen. Ja, morgen is pas de 24ste en dan heb je kerstavond. Dus ja. En dan 25 en 26 is het kerst. Dus ja, drie dagen, hè? Ja, hebben jullie door. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Nee, als je maar gezellig hebt en pret hebt enzovoort. Ja. En nou ja, vandaag gaan we ook proberen om Mirjam Eleveld haar tweede... Waar staat hij? Daar. En daar. En dan gaan we vandaag de tweede vraag van haar beantwoorden. Ja. En één vraag kan ik nog steeds niet doen. En ze weet, als ze goed maakt en denken, weet ze waarom ik dat niet kan doen. Ja. Maar dat komt vanzelf wel. Ja, komt vanzelf wel. En dan val ik gewoon met, bij haar in huis met die vraag. Beantwoord ik me zo. Ja, maar momenteel gaat dat gewoon niet. En ze weet, als ze goed nadenkt, weet ze waarom. Maar ja, in ieder geval. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. Met wat jullie doen. De laatste boodschapjes nog in huis halen voor de kerst. Nou ja, de winkels, de supermarkten zijn gewoon open, zover ik weet. Dat zijn ze al jaren nog geweest. Dus ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, wat je nodig hebt, dat haal je nog even in huis. Wat echt spoed heeft. En dan komt het allemaal goed. Ja, toch? Ja. Dus ja, ik ga morgen ik ga vandaag al dingen voorbereiden. En morgen. En ik moet de keuken nodig schoonmaken. Dus ja, dat gaan we ook vandaag doen. En dan neem ik jullie gewoon ook in mee. Ja, we zien wel. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus druk. Ja, maar het komt goed. En ja, wat ik ook kan doen is met de kerst geen vlogs in elkaar zetten en dat ik even online kom, maar
je weet niet hoe je bent, hè. Je kan ook wel eens een keer een dag migraine hebben, of een dag, tenminste een migraine, een hoofdpijntje hebben, of weet ik veel wat. En dan heb je geen fut om online te gaan. Maar we merken het wel, we zien het wel. Ik beloof helemaal niks. Nee, dat, want dan moet ik het nakomen. Ja, beloftes moet je nakomen. Dus ik maak geen beloftes. Nee, we zien het wel. We zullen het wel beleven. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om weg te gaan. Dus jullie vouw ik op en jullie gaan in mijn tas. Ook die gaat in mijn tas en dan gaan we er hard op. En ja, ik zeg nog even niks. Nee, jullie merken het wel, ja. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon en die duim omhoog en geef eens een reactie. Vind ik heel erg leuk, dus tot later. Doei! Hallo! Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Even hard praten? Oké, we gaan het even knippen. Hoe kort? Nou, hoe heb je net verteld? Dus heel kort. Nou ja, heel kort, gewoon bijknippen weer en alles. Knippen, ja. Gaan we niet te. Niet te. Nee, dat doen we de zomer wel weer. Ja, gaan we doen. Dus we gaan beginnen aan dit koppie. En nou staat hij niet goed. Nou ja, jullie zien het, lieve vrienden. We gaan hier lekker prettig door. Ja. Toch of niet? Zeker, zeker. Dus, ja, deze kan niet tegen water. Oh. Dus we gaan gewoon prettig door. Ik zou zeggen, we zijn hier nog niet klaar. Straks komt de rest. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. En ik sta op een andere locatie, maar wel nog steeds in de kapsalon. Maar achteraan in de keuken waar ze zitten te eten. Hup, kijk maar, eettafel. Dus ja, maar de kapster die mijn haar heeft gedaan, die staat hier voor mijn neus. En dat is de beste kapster van de Golden Sisters, waar ik natuurlijk altijd zit. En die gaat er even zelf voorstellen. Dus ik draai jullie even om. Even wachten. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Anouk. En wat doet Anouk allemaal? Ik ben hier kapster, vooral dameskapster. En ja,
Heren doe ik ook, maar we doen hier alles. Maar net zo, ook ja. Nageltjes. Nagels, pedicure, manicure, ja. Extensions, haarverf, alles. En waarom ben je het gaan doen? Ik ben kapster geworden 11 jaar geleden. Toen ben ik 4 jaar kapster geweest, omdat ik dat als klein meisje al wilde. Toen ben ik 8 jaar iets anders gaan doen en nu toch weer terug. Nou, dat is hartstikke mooi en ik ben sowieso blij dat ik jou getroffen heb hier. Nou, gelukkig. En jij mag het vaker doen als ik weer hier verschijn. Top, gaan we doen. Ja, of gezellig. Nou met een kleurtje of zonder kleurtje. Ik groen, heb thuis paars. Nog, ik heb thuis nog een tube met rood en een klein beetje paars. En ik heb al gezegd, dat wil ik eigenlijk een keertje mengen. Gaan we doen. Dus dat neem ik mee dan. Gaan we doen. Jaar. Wat klinkt is dat goed. Nog ver? Andere ja, het jaar. Klinkt ver, maar het komt echt ja. Dichtbij. Nou, dan wens ik je vanaf. Corina en de Beestenboel. Fijne feestdagen toe. En een goed uiteinde. En een goed begin van 2024. Dankjewel allemaal. Jullie ook. Oké, okay, hartstikke bedankt, schat. Ja, ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer. En ja, ik zie een kerstboom op de achtergrond. Ja, echt waar. Die is dus niet van mij, dat weten jullie. Van wie is die dan wel? Nou ja, kijk, daar staat ze. Hi. Hallo, kerstboom is van Marianne. Ja? Godsamme. Nee, niet waar. Oh. En toch gooit je het op de grond ook. Ja, ja. En dat is zo'n molentje. Nou, en dat hoedje, ik mis zo'n hoedje. Mijn hoedje is kleiner. Ja. Nou, zo maar even. En is al. Ze slaapt de hele boel, hè? Nee, ik slaap niet de hele boel. Leg wat op de grond. Het is maar even dat je het weet. Ja, dat weet ik. Ik ben bezig. Ja, en dan moet ik zo'n hoedje hebben en mijn hoedje is nog kleiner dan die. Oh, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Er zal wel verschillende hoedjes zijn, denk ik. Ja. Want jouw hoedje zit aan het molletje vast en bij mij wordt die los. Ja. Wat dikkie. En we zitten dus aan de koffie. Lekker, 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 lekker. Jo. Helemaal lekker. Nou, en ik heb wat voor de meiden gehaald. Ja. 2 zakken met hoefjes. Ja, dat weet ik niet meer. Dat is van alles en nog wat bij elkaar. Als je dingen overhoudt, gooit je het bij elkaar in een zak. En dat heb ik genomen. Dus ja. Ik denk dat de meisjes straks blij zullen zijn. Maar ja, we zijn bij Marianne gebleven. Want ik wil weten of ze dat molentje in elkaar weten krijgen. Ja. Ja. Yeah. Deze was ook al duur, ze is helemaal pauw te laag, maar goed, ik heb het weggeruimd. Toch? Ja. En dat is ook een leuk gevalletje. Leuk, en ze kaboutertje vind ik leuk. Kaboutertje spillebeen. Ja, dat is gewoon leuk. Schatje, hè? Ja. Je hebt dus ook kaarsjes met batterij. Dit is gewoon kaas. Ja, die wel. Ik even kijken. Ja, we wachten. We wachten op volle smart en mijn kussen die glijdt van mijn stoel af. Ja, hij zit los. Zo. Ja. Die ja. Moet even vastgemaakt worden. Zo. En het waait als een raket. Die zit erin. Moet die er bovenop? Ja, ik heb deze ooit in Duitsland gekocht. God, al die dingen zijn er weer af. Ja? Wat een glazer. Daarom zeg ik al, ik wil weten hoe we het weer in elkaar weer te krijgen. Ja, ja. Met... Hangt gewoon ja, maar deel. Hoe ouder, hoe kippiger je wordt. Ja, daar weet ik alles van. Ja, je hangt die dingen eraan. Ja, vertel ja. Verder. Even niet zo aan mij uitleggen. Nee, verder vertellen voor de mensen die nog niet weten hoe het moet. Ja, ik ben bezig. Even voor geduld. Nee, dit is gewoon een leuk dingetje. Nou, nog eentje. Ik moet aan
andersom. Dus een echt heel fijn spul. Ja, I know. Dat is die voor mij ook. Ja. Dan hang je dat hoedje hang je hierop. Ja, en dan moet hij draaien. En door de warmte gaat hij draaien. Ja. Dat is alles. Leuk, hè? Ja, nou, dat is bij mij ook zo. Met dat glazen ding eroverheen. Maar ik kan hem nou niet meer in elkaar zetten, want het hoedje ben ik kwijt. Ja. En daar baal ik van. Ja, ik weet het goed. Ja, ik heb die ooit in Duitsland gekocht, lang geleden. En bij mij zitten er engeltjes aan. En jouw maantjes? Maantjes, ook met een engel. Met een engeltje. Nou, leuk, hè? En mijn moeder had er één. En die maakte ook nog geluid. Want er zaten twee belletjes aan. En aan die engeltjes zaten nog een stokje, laat maar zeggen. Van ijzer, metaal, weet ik veel. En dan kwam iedere keer tegen de bellen. Ja, was ting, oh, ting. Nee, deze niet. Ding. Deze maakt niet geen geluid. Nee, hoeft voor mij ook niet. Maar ik heb nog huisjes ook van dit soort sprongen. Ja, leuk toch. Maar ik heb dat in de kast staan nog. Ik vind dat wat hebben. Nou, is ook best leuk. Ik vind dat prachtig. Ik heb nog zo'n kerstding, moet ik zeggen. Ik denk dat die hier helemaal in de ene kast ligt. Nou, die kan ik wel in mijn slaapkamer voor de raam zitten. Ja. Ik vind het mooi. Ja. Nou ja, dat is ook leuk. Nou, zo zeggen, lieve schat. Als we vast bedankt voor de koffie. Alsjeblieft. En als je je met de kerst verveelt, je weet mijn deurtje te vinden. Ja. Maar vervelend doet me nog. Nee, maar bedoel me. Je begrijpt me wel. We zitten beide alleen. Ik begrijp je. Oké. Nou, ik zou zeggen, geniet van de koffie. Doe ik. Jij ook. En onze volgers, onze vrienden, tot later. Ja. Doei. Ja, lieve vrienden. Ja. Jullie weten denk ik niet waar ik geweest ben. Maar jullie zien het nou wel. Want kijk, mijn oortjes zijn weer vrij. Ik ben aardig weer een beetje korter gemaakt. Maar ik had er wel gefilmd. Maar heb hem volgens mij niet gepakt. Want ik kan de weergave niet vinden. Dus ja, kan ik hem de weergave vinden bij Marianne. Want daar zijn we ook geweest. Maar ja, hoe en wat? Joost mag het weten, hè? Terwijl die op rek stond en terwijl die telde. Ik snap er geen honnes van. Nee. We zullen het straks beleven. Want ik zal straks even kijken via de computer. Ja. En jullie horen ook het klikken. Dat is mijn armbandje op de doos, maar dat komt zo meteen. Ik ga even weer terug naar onze Mirjam Eleveld. Die had mij vragen gesteld. Eén vraag kan ik nog steeds niet beantwoorden, want dat lukt me nou niet. Sorry. De tweede vraag, wat ook over de feestdagen gaat. Wat vind je moeilijk tijdens de feestdagen? Wat ik heel erg moeilijk vind aan de feestdagen, dat is inderdaad het alleen zijn, het alleen zitten, dat niemand naar je omkijkt, wel wil, maar gewoon ook niet kan, omdat ze zelf wat markeren of wat dan ook, maar ook het gemis van mijn geliefde man die in de hemel is, zoals jullie weten, die mis ik dan enorm erg, juist zulke soort dagen, maar dan hou je toch altijd. Ja, daar moet je even doorheen zien te komen. Ik ben niet de enige die daar last van heeft. Met mij zijn er zoveel meerdere die daar last van hebben. Want als je iemand mist, hij zit in je hart, of zij, het is me net wat het is. Ze zitten in je hart en ze zijn altijd wel een beetje dichtbij je. Dus we gaan gewoon door om de feestvreugde van ons kindje Jezus te vieren en ja. Oh, dat is Rijka. Het is een kind. Oh, komt er iemand aan? Ja, er komt iemand aan. Nou, nee, we zijn rustig. Op, want ik ben aan het vloggen. Ben je aan het vloggen? Ja. Oh, lieve schat. Het komt allemaal goed. Ja, allemaal goed. Alle aandacht voor jullie? Ja, onze Anna en onze Mario. Oh, deze is helemaal gek van me. Zo. Hoe gaat het? Goed hoor, schat. Ja? Nou. Ben je al uit geweest met de meisjes? Nee, moet ik nog. Zullen we het even doen?
Maar nou, zijn we eens een keer klaar? Jij moet op de bank zitten. Rijka. Ellie. Ja. Ze moeten rustig, hè, je weet het. Rustig maar. Dames, klaar. Valt er nou iets? Ja, een boek. Ja, nee, het is geen boek. Het zijn hoefjes. Zal ik mijn jas doen? Zo, hoefjes zijn dat. Hoefjes, oké. Rustig, Rijka. Ik ben helemaal belaagd door die honden. Rijka. Ik ben helemaal belaagd door jullie. Doe jij even rustig. Goedenavond, ik hoef geen kusjes. Nee. Kusjes. Hou van je. En ik van jou. Ik hou van kusjes. Heerlijk. Nou, ik word gelijk al belaagd. Die honden, allemaal kusjes krijg je dan. Elwing, ook rustig, jij. Dus. Maar ja, in ieder geval. We gaan weer eventjes door. Naar ik was dus met een vraag bezig van Marianne Eleveld om die te beantwoorden. En ja, daar ben ik bijna klaar mee. En toen komen Mario en Anna binnen. Nou, helemaal gezellig. Ja, zo zitten we er met z'n drieën erop. Anna die bukt even naar een van de honden toe. Even. Maar ik heb, waarom de kapper er niet bij opstaat, ik weet het niet. Ik heb gefilmd, maar de kapper, ja, ik kan het niet vinden. Misschien op de computer, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben ook nog naar een schoenenwinkel geweest. En oh, ja, wow. Ja. Heb je ze aan? Nee. Oh. Ik heb ze hier in de doos. Oh jeetje. En... Voilà, ze glimmen een beetje. Er zit hier een randje met allemaal glimmetjes erop. Ja, en dat past dus mooi bij mijn nieuwe kleding. Dat is heel mooi. Prachtig. Wat een tere voetjes heb jij. Ja. Zo hé. Kijk Mario. Nou, netjes. Ja. Mooi hoor. Dus ja, daar ben ik helemaal blij mee. En ik pas mooi bij mijn nieuwe kleding. Ik heb wel anti-slip dingen erbij moeten kopen voor in de hiel, want anders flip ik eruit. Maar ja, helemaal goed. Komt ook wel goed. Mag, waar is die schoen? Onder Rijken. Ja, maar dat mag niet. Nee, die heeft zij hoor. Mag er niet onder. Zo. Dus ja, helemaal goed. Ik ben er helemaal blij mee. Dus dat, ja. Maar ja, waarom de kapper er niet bij op staat, ik snap er niks van. Hij stond op rek, oftewel recorder. Hij telde ook af. Maar ik ken het niet terugvinden, al is het nog zo. En daar baal ik van, want ik had een leuke kapster, Anouk. En achter in de zaak heb ik eventjes met haar staan te praten waar jullie bij waren. Heb ik even een klein interview gedaan met haar. Maar ik had het niet vinden, dus ja. Maar oké, lieve vrienden en lieve Mirjam, ik heb je vraag weer beantwoord, dus die halen we gelijk weer even weg. Eventjes wel, dat is die. Weghalen. Nou, dan blijft er nog één vraag over. En die komt morgen of zo wel. Ja, we merken het wel. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Doei!